Ik vind het oké als de familie daar ook mee inzicht mag hebben. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je jezelf aan kan geven met je familie. Van dat zorg heb ik nodig en dat zorg kan ik niet hebben. Maar dat je met elkaar daarover kan beslissen. Nou, dat vind ik op zich dat vind ik wel een goede zaak. Want je moet niet gewoon als burgemeester alleen maar een handtekening hoeven te zetten dat je degene nog niet eens gezien hebt. Dat zou ik een hele slechte zaak vinden. Dan zouden er rare dingen kunnen gebeuren als iemand anders ook een handtekening even gewoon hoeft te zetten. En dat is al genoeg om iemand te laten opnemen. Nee, dat vind ik geen... Nee. Dus ik vind het wel een goede zaak als ze even langskomen of om even te kijken of zo. Ik vind aan de ene kant het heel fijn om samen een zorgplan te maken en te kijken wat de behoeftes zijn van en de familie, denk ik, en degene waarom het gaat. Alleen denk ik dat op het moment dat je een zorgplan gaat maken met iemand die echt heel erg hard hulp nodig hebt, dat dat van de familiekant uit misschien wel. Die gaan vanuit hun eigen denken, gaan zij een zorgplan maken. Maar hoe zit dat dan met degene die de zorgvrager eigenlijk is, degene, de patiënt? Heeft die genoeg ziektebeeld van zichzelf dat die een zorgplan kan maken? Ziet die in wat die nodig heeft? Want op het moment dat die echt opgenomen zou moeten worden, heb ik gemerkt dat daar niet echt, dat het niet een reëel beeld is wat ze van zichzelf hebben op dat moment. Het is fijn om samen een zorgplan te maken, maar ik heb daar de nodige vraagtekens bij. Of het ook vanuit de zorgvrager, of degene die de zorg nodig heeft, of dat wel een goed idee is om dat op dat moment te maken. Misschien wat later, maar niet op het moment dat het echt gedwongen opname zou moeten worden. Of dat hij heel erg in zijn ziekte zit, in zijn psychoses of in zijn verslaving en alles. Dan denk ik dat dat veel moeilijker daarvoor is.